Hey, hallo, Mega Janneman hier. Vandaag een aflevering van Minecraft mee met Mega Jannemannetje. Maar een kleine tutorial over de launcher van Minecraft. Want er zijn best veel mensen die hier problemen mee hebben. Die willen bijvoorbeeld op mijn server. Of op een andere server, dat komt wel eens voor. En dan staat dit er. Kan je er dus niet op. Er gebeurt helemaal niks. Nou, dat is best makkelijk op te lossen. Dat laat ik je nu zien. Dit is dus de launcher en normaal gesproken start je Minecraft hiermee op door op play te drukken. Maar we gaan nu even naar de profile toe. En dan kan je hierop klikken, edit profile. En hier kan je heel veel verschillende instellingen veranderen, zoals de resolutie. Ik heb al op 1280x720 staan. Daar neem ik namelijk mee in op. Nou, dit kan je uitzetten, hoeft niet. Wat dit precies is, hier kan je de launcher mee uit of aanzetten als het spel opgestart is. Als je dit aanvinkt, dan krijg je dus de preview versies, kan je dan bekijken. Dus zo'n 1.7 preview bijvoorbeeld. En dit zijn beta versies, dat zijn oude, dat willen we niet. Wat je hier nu ziet, dat is use version, betekent dus welke versie je gebruikt. Als je daarop klikt, dan zie je allerlei versies staan. Je kunt helemaal terug naar 1.0. En je kunt hierop klikken. En als je hierop klikt, dan wordt je Minecraft automatisch geüpdate naar de allerlaatste versie. En dat is 1.6.4. Dus ik klik hierop. Dan op Save Profile. En als je dan op Play drukt, dan werkt het gewoon weer. Nou, en dan is Minecraft weer opgestart. Ga je naar multiplayer toe. En dan kan je zien, het is al groen. Dat betekent goed. Klik je erop. En ben je weer op de server. Zo makkelijk is het. Bedankt voor je aandacht. Tot de volgende keer. Later, doei doei.